Ja, Cultuur in Actie is nog steeds volop bezig. Ruim 355.000 mensen doen inmiddels mee aan deze actie. En we zijn nog lang niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. En we gaan het even hebben over het begin, volgens mij, van deze hele marathon, demonstratiemarathon die we aan het beleven zijn. Want hier aan tafel zit Peter Heeres. Fijn dat je er bent. En je bent, en moet ik het goed zeggen, ideoloog. Ideoloog. Een ideoloog, maar een ideoloog. Ideoloog, met nadruk op die dubbele E. Ja. Met het uitdruk op het dubbele idee. Ja, oh, ja. Wat is het? Ja, dat is een mannetje die af en toe ideeën heeft. En daar wordt hij voor gebeld. En dan zeggen ze, Peter, heb jij nog een idee? Nou, soms wel, soms niet. Meestal wel. Ja. Soms goede ideeën, soms slechte ideeën ook. Ja. Maar uiteindelijk dacht ik van, hey, als ik zo vaak gebeld word met die vraag, dan moet ik daar wat mee doen. Maar weet je dan, wat voor voorbeeld, noem eens wat voorbeelden van wat voor vragen kreeg je dan? Of wat, hoe gaat dat dan? We hebben een actie gehad, dat was Expeditie Geluk. En toen kreeg ik de vraag, hoe kun je de nadruk leggen op 400 kinderen? 400.000 kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven. Nou, dan moet je gaan nadenken van, ja, dat kun je op allerlei manieren doen. En toen heb ik bedacht van, dan gaan we 60 dagen door Nederland trekken, langs de grenzen van Nederland. Ja. En we gaan van burgemeester naar burgemeester. En iedere burgemeester ontvangt een brief die hij weer door kan geven aan een andere burgemeester met een oproep daarin. Doe daar wat aan. Ja. En dat idee komt, dat is natuurlijk heel erg mooi, heel erg goed, dat is ook nog interactief. Maar dat idee komt dus eigenlijk van jou? Het idee komt dan van mij, en dat, ja. En dat is de titel ideoloog? Ideoloog, want ik dacht, ja, mannetje met ideeën, dat is niet zo heel sterk. Nee. Ik maak het wat chiquer. Ik maak een ideoloog van. Hoeveel zijn er van in Nederland? Ik denk dat ik de enige ben. Oh, nou, we hebben een unieke situatie dan ja, hier aan tafel. Maar we hebben helemaal aan het begin van deze dag, om 10:00 toen we begonnen, zat Johanna hier aan tafel, een van de initiatiefnemers van Cultuur in Actie. Ja. En die heeft jou ook gebeld. Ja, Johanna die belde mij. Nou, ik werd eerst gebeld door iemand anders. Ja. En die zei van, er is een actrice. En die is van plan om een hongerstaking te beginnen. Oh, wie belde jou en welke actrice was dit? Dat was iemand. Ik moet even kijken wie het was. Ja, de actrice. Petra? Nee. Oh. Nee, Erik Holman. Erik Holman. Ja. Erik Holman die belde mij en die zegt van, er is een actrice en die wil iets gaan doen. En ja, dat moet je zien te voorkomen. Ja. Want dat is geen goed signaal. Kijk, ze staat daar. Ja. Ja. Precies. En dat is. Ja, een goede orde. Er wordt hier inderdaad bevestigd dat een hongerstaking inderdaad niet het goede idee was geweest. Nee, maar het was een ijzersterk signaal. Het signaal wel, ja. Jazeker, want daarna, of ze vroegen, kunnen ze jou bellen? Ja. Ik zei, ja, natuurlijk, bel maar. En toen kreeg ik Johanna aan de lijn met Matthijs. Ja. En toen hebben we 1,5 uur gesproken over een andere vorm. Ja. Om toch uiting te geven aan haar enorme zorgen. Ik merkte ook heel snel dat die zorgen oprecht waren. Ja, en dan ga je nadenken. Dus ik heb 2 dagen genomen, ik heb een stuk geschreven en dat met Johanna gedeeld. En uiteindelijk is dat de basis geweest voor Cultuur in Actie. Ja. Wat misschien leuk is, het is ondertussen, het werd eerst Hotel Theatrala. Echt zo zijn we begonnen. Ja. Daarna werd het hier, ja. 48 uur voor de cultuur. Dat was al een stapje verder. En uiteindelijk zeiden nee, het moet een marathon zijn in estafettevorm. Het moet zwaar zijn, het moet zwaar voor ons zijn. Maar het moet ook echt daarmee de impact krijgen die je nodig hebt om zo'n boodschap over te brengen. Ja, en die komt over. Nou, willen zeggen, toch? Ja. Want we zijn bezig in Den Haag. We hebben gelukkig wel gewoon eten, dat is wel fijn. Ja. Maar als je realiseert dat er 355.000 mensen zijn die de actie ondersteunen, dan kan je wel zeggen dat hij geslaagd is. Dus je bent er tevreden. Hij is geslaagd op 1 punt, Splinter. Ja. De actie aan zich is geslaagd, maar het resultaat hebben we nog niet. Hè, dus er moet straks, er moet toch iets gebeuren. Ja. Kijk, zo'n actie opzetten, dat betekent dat je heel veel mensen in werking krijgt. En nou, jullie zijn allemaal gekomen, vanuit het hele land zijn mensen gekomen. Maar we hebben nog geen echt resultaat. Nee. We hopen morgen een eerste signaal te krijgen op dat resultaat. En dan pas zijn we blij. Oké, dus het gaat van idee naar ook concrete oplossingen en acties. Ja. Daar gaan we vandaag en morgen nog ons voor inzetten met z'n allen. Ja.
Peter, hoeveel... jij gaat je handtekening ook zetten, denk ik aan op de muur. Namens jezelf of namens meerdere mensen? Nou, namens meerdere mensen. Ja. Waaronder mijn kleindochtertje, Noah. Ja, en net heel bijzonder kreeg ik een berichtje uit Den Haag. Ja. Daar is gisteren een school weer dicht gegaan. Daar is corona geconstateerd. En een van de leraressen daar, Mary, die stuurt me net een berichtje. Wil je ook namens 20 kinderen die nu weer thuis zitten, ook gaan tekenen? Dus ik teken in totaal voor 97. 97? Nou, te gek. En ik denk dat die 20 kinderen extra mooi en extra bijzonder zijn. Mag ik nog één dingetje zeggen? Jij mag nog één ding zeggen. Oké, dat is eigenlijk een oproep aan iedereen in Nederland die zit te kijken. Ja. En die dat ook door wil geven. Wij willen graag iedereen bereiken. En als we iedereen bereiken, ga dan even naar die website toe en laat dat blijken. www.cultuurinactie.nl. Dus iedereen meedoen, www.cultuurinactie.nl en laat je stem horen. Dan gaan we je bedanken, Peter, en dan vraag ik je om die prachtige handtekeningen op de muur te zetten. Dank je wel. Yes, super. En ondertussen zal ik gewoon, want de reacties blijven binnenstromen, dus blijf het ook doen. En daarvoor was die oproep ook bedoeld. En ik heb hier gewoon een hele stapel met reacties voor me liggen. Een van de reacties is van Petra de Niet. En die zegt, kan me geen wereld zonder muziek, toneel, ballet en boeken voorstellen. Dus laat de kunsten blijven en ondersteun ze waar nodig. Ik doe mee. Nou, heel erg goed. En Alice zegt, zonder cultuur is het leven maar saai. Ik steun cultuur in actie. Nou, dat is mooi. We moeten niet in slaap vallen. Dus laten we vooral verder gaan met deze demonstratie.